omdat de naam gevallen is, dat ja, zowel ik als mijn zoon tot de vaststelling gekomen zijn dat wij gewonnen hadden. En dat is buitengewoon. De reactie op het winnen van die award is gewoon onwaarschijnlijk. Er is heel wat persbelangstelling geweest, dikwijls tot mijn verwondering. Zowel van dagelijkse pers als van magazines. En wij hebben alle brieven, alle e-mails, alle persartikelen die daarover verschenen zijn, hebben wij bij ons in het bedrijf opgehangen. En we hebben daar een heel jaar intens van genoten. Wat wij gedaan hebben is misbruik gemaakt bijna van de prijs dat we gewonnen hebben. Door dat intern sterk te vieren, door dat ook extern sterk te laten voelen, door heel de communicatie van ons bedrijf daarop te richten. Zodanig dat van onze contacten naar de buitenwereld niemand kan zeggen dat hij het niet zou weten. Ik moet zeggen dat zowel in binnen- als buitenland het label van onderneming van het jaar of Enterprise of the Year een enorme invloed heeft en een buitengewone toegangspoort is tot de exportmarkt. Mijn tip voor een toekomstige winnaar is: je hebt gewonnen omwille van de DNA van uw bedrijf en u kan dat niet verloochenen. En je moet op dat pad blijven verder werken.